Top Fade Out. En welkom terug bij onze tweede aflevering van Backstage on Stage. Allereerst, jullie zijn stuk voor stuk geweldig. We hadden het nooit niet verwacht, maar onze eerste aflevering haalde binnen een week meer dan 500 views. En YouTube-statistieken leerden ons ook dat de meeste van die views vrij volledig waren. Dus jullie hebben tot het einde uitgekeken en we weten dat die lang was. Wel, dat geeft ons natuurlijk extra veel zin om het idee verder te zetten. En vandaag hebben we iets heel leuks in petto. We gaan starten bij het echte begin van alles, de creatie. En we gaan eens kijken van het idee van de creatieven of van het creatieve team voor een evenement, een feest, een beursstand, een show, een spektakel. Dat begint altijd hierboven. Dat begint met een idee. Maar we hebben heel weinig middelen om dat idee over te brengen aan anderen met wie dat we samenwerken of aan onze opdrachtgever om hen gerust te stellen of om ons idee te laten zien. We hebben eigenlijk onze spraak, maar ja, woorden laten dikwijls enige interpretatie over. Dus het beste is eigenlijk om te gaan tekenen en te gaan schetsen. En dat kan een krabbel zijn van de creatieve op een kladblokje of op een iPad. Maar er zijn veel meer tekeningen en plannen die in het ganse proces tevoorschijn komen. En waarvoor dienen die? Wie maakt die plannen? En waarom zijn die zo belangrijk? Wat doen we ermee? En wat is de logische flow? Vandaag gaan we het allemaal ontdekken. Alles begint met een idee. Dat wordt geschreven, bedacht, op basis van elementen in een briefing. Een opdrachtgever, een klant, of dat kan je ook zelf zijn, die geeft je een aantal criteria, een aantal zaken om rekening mee te houden. En die heeft een bepaalde doelstelling. En dan is het aan de creatieve of het creatieve team om die doelstelling te gaan vertalen op een bepaalde gekozen locatie. Soms zoeken we ook een locatie. En om daar dan een idee te gaan uitwerken. Het idee is een deel van het gegeven, want het idee is het verhaal. Het verhaal moet echter ook in een reële wereld opgebouwd worden. En dan worden we geconfronteerd met alle mogelijke zintuiglijke zaken die nodig zijn om dat verhaal te bouwen. Die zintuiglijke zaken zijn eigenlijk alles wat we zien, horen, voelen, beleven, zelfs ruiken. Proeven, de catering, maar evenzeer alles wat we misschien voelen. En voelen, dat is dan zowel op emotioneel vlak als fysiek. Een aangename, comfortabele zetel voelt helemaal anders aan dan een turnbank op school. Als we dan het concept gaan uitwerken, komt die eerste designfase tevoorschijn. Het schetsen, het intekenen van uw evenement. Dat gebeurt op twee manieren. Dat is één, de beleving intekenen. Hoe komen de mensen aan? Waar gaan ze naartoe? Wat is de logische volgorde van het bezoek van het feest, het evenement? De beursstand zelfs, daar wordt over nagedacht. Daarna gaat het om de vormgeving, van hoe moet dat eruit zien? Wat zijn de criteria? Wat hebben we nodig? Een conferentie heeft hele andere dingen nodig dan een musicalvoorstelling. De creatieven of het creatieve team beginnen dan in eerste fase een idee uit te schetsen. Een idee dat gebaseerd is op een concept, een creatief concept van de beleving. En die schetsen, die worden steeds meer uitgebreid. En die schetsen die dienen als inspiratie, als briefing voor andere creatieven, gespecialiseerde creatieven, de storyboarders, de technische tekenaars, de productiedirecteuren, de mensen die de audiovisuele content gaan maken. Er worden zelfs schetsen en schema's gemaakt om de audiomensen en de videomensen die de content aanmaken te brieven over het energiepeil en het soort van muziek en het soort van montage dat je nodig hebt. The moment I walk on stage, boom, Tiësto is there. We'll be right back.
Elke creatieve heeft een andere manier van werken. Ikzelf laat de locatie bij het locatiebezoek mij vertellen wat ik moet doen. Het klinkt heel abstract en heel artistiek, maar de mensen die mijn job doen, die begrijpen perfect wat ik bedoel. Vaak is het de locatie die gaat bepalen hoe dat je die briefingelementen en die opdracht gaat vertalen naar de realiteit. Dan begin ik te schetsen. Ik heb meestal na het locatiebezoek al een soort van visueel beeld waar ik naartoe wil met het idee. Maar die schetsen die evolueren, want je wordt tijdens het schetsen al geconfronteerd met allerlei vragen. Dat is ook een van de belangrijkste voordelen van het schetsen, van het planwerk en het design. Alle designwerk van alle verschillende specialisten helpt je om de problemen bij de uitwerking, bij de opbouw te voorkomen. Het helpt mij om na te denken over kijklijnen. Waar zit het publiek en hoe kijkt het publiek? Hoe beleeft het publiek het evenement? De tekening wordt constant bijgewerkt tot we uiteindelijk, nadat we tal van problemen tegenkomen waar we oplossingen voor moeten zoeken. Hè? Bijvoorbeeld in het geval van Doha, van de Global Games, was er geen mogelijkheid om iets op te takelen in het gebouw en moest alles van de grond af opgebouwd worden. Waardoor dat ons oorspronkelijke design een heel grote verandering kreeg. Het idee, de algemene uitstraling, de look, het principe, alles is gelijk gebleven. De special effects zijn gelijk gebleven. Maar uiteindelijk is de vormgeving toch wel enigszins veranderd. Ludo is een technisch productiedirecteur. En kan jij eens kort omschrijven wat die job eigenlijk inhoudt? In eerste instantie krijg ik van jou de tekeningen, de schetsen. Die probeer ik om te zetten naar technische materialen die passen in de zaal. Rekening houden met riggingpunten, met nooduitgangen, met brandblussers. De draagkracht van de spand, rekening houden met de vloerdruk, met nooduitgangen waar de mensen binnenkomen, met alle artiesten die mee op het podium komen. En dan vooral rekening houden met het aanwezige budget, zodat we zoveel mogelijk huurmaterialen kunnen gebruiken. Zo weinig mogelijk custom moeten dingen maken, want budgetten, daar moeten we altijd naartoe leven. Eender wie bedenkt een idee en komt dan bij een productieleider die dat dan moet gaan realiseren. Maar ja, wij denken aan heel veel zaken niet. Ik herinner mij een project in Qatar waar we een spiegel onder een hoek van 45 graden gingen hangen om dan met dansers op de grond een choreografie te doen die het publiek ziet alsof het verticaal is. Dat is heel snel getekend voor mij in mijn sketchprogramma. Dat is niet zo snel gebouwd, hè? Dat is niet zo snel gebouwd. En vooral het probleem is waar we daar dan moesten rekening mee houden, is met de beschikbare materialen. Want je zou zeggen, Qatar, Dubai, daar is alles aanwezig wat we hier kennen. In België, dat is helemaal niet waar. Wat voor ons doodnormaal is, wat voor ons heel eenvoudig is, is daar soms heel moeilijk. Dus dat waren heel wat berekeningen, dat was heel wat kijken. En zelfs de plannen die we op voorhand doorgestuurd hadden, ja, dat kwam zelfs niet uit, want dan had ik bijvoorbeeld 10 meter terug gevraagd, dan kwamen zij bij 11 meter terug af. En dan zeg ik, ja, ik moet 10 meter terug hebben. Ja, er zijn geen trussen om 10 meter terug te bouwen. Dus daar oplossingen bij zoeken, tegengewicht, dat die het spiegel op 45 graden blijft. Dat opbouwen, ja, hier zouden wij gewoon een kraan inhuren, die dat even legt plat. Je trekt het recht met de kraan. Dan staat er recht en dan beveilig je het en het is klaar. Nee, daar moest dat mannen en macht opgebouwd worden, geleidelijk aan. Omdat daar de kranen gewoon belachelijk veel geld kosten. Ja. En dan is er nog de factor wind natuurlijk, want we zaten aan een hotel, in het park van een hotel, maar redelijk diep met water. En ja, de wind was daar toch wel een redelijke belasting. Ja, dat was inderdaad. Voor mij althans, Ludo had eraan gedacht gelukkig. Ja, uiteraard. Als je buiten zit en zeker daar in Qatar, houd je rekening met wind. En moet je daarop voorzien zijn en moet je zorgen dat je voldoende tegengewicht voorzien hebt. Ook hier zouden we dat betongewicht gebruiken, omdat we zekerder zijn met betongewicht dan met die waterbakken. Maar daar kun je geen betongewicht krijgen, dus dan moet je met waterbakken werken.
Alles begint vanuit een schets, een idee. En zo is dat voor elk evenement eigenlijk, zelfs voor die barbecue bij u thuis. Hè. Je gaat bepalen waar je onderdelen zet, je tafel, je tentje. Maar dat is bij een reuzenevenement, dat is bij een klein evenement, bij een congres, conferentie, een beurs. Dat is eigenlijk overal wel hetzelfde. Alles begint met een goede intekening. En dan komt er iemand zoals ik af met een idee van, ik denk dat we het zo gaan doen. Maar ja, die paal dat ik daar niet heb getekend op mijn plan, die staat er wel. En dan komt dat bij u. En hoe ga je er dan mee verder eigenlijk, Ludo? De basis is natuurlijk dat we goede plannen van de venue hebben. En die kunnen we krijgen als we die in DWG hebben. Of we gaan zelf opmeten. Of we maken een 3D-scan, wat we vorig jaar gedaan hebben met de Europese verkiezingen. Want zonder een goed plan kun je onmogelijk exact tekenen. En inderdaad, dan kan zo'n paal in de weg staan en dan moeten we rond een paal werken. Of we moeten het helemaal de zaal omdraaien of de venue vanuit de andere kant bekijken. Je sprak net van DWG-plannen. DWG-plannen zijn eigenlijk 3D getekende modellen, dus met vectorlijnen die een volledig realistisch op schaal gemaakt model van uw intekening, van uw opstelling eigenlijk brengen. Zodanig dat we dat, als we dat gaan bouwen, dat dat ook realistisch gebouwd wordt. En je sprak van de Europese verkiezingen. Ik ben zelden zo onder indruk geweest van een productie, want ik stap die hemicycle binnen en ik zag me daar een opstelling staan die volgens mij tot op 2 centimeter van de muren gebouwd was. Next president of the European Commission. Waar moet dat maar rekening houden? Wel, in eerste instantie kijk je waar heb je de hoogte, waar heb je de mogelijkheden, waar heb je de vloerdruk, waar komt publiek binnen, langs waar gaat dat eerst, waar zijn de nooduitgangen, waar hangen de brandblussers, hoeveel kunnen we in het dak takelen of niet takelen, welke constructie moeten we bouwen. Gelijk vorig jaar konden we niet takelen in Qatar voor de Global Games. Daar hebben we constructies moeten uittekenen met allemaal ground support palen. Maar ja, dan staan die daar en dan moeten die ook ingewerkt worden in uw visuele tekening. About the scale, if you look at these objects here, these circles, as you can see, I'm standing next to it. So this is the size of one of them. And if we go with lights on it, and if we go all the way up, you see how small these things look in the structure itself. And then I'm still standing very close. En dan waar we nog rekening moeten mee houden is welke vloerbekleding gaan we gebruiken. Hebben we dansers? Kunnen we daar een tapijt op leggen wat goedkoper is? Of moeten we daar een balletvloer op leggen als er met dansers gewerkt wordt? Dat beginnen we zo te tekenen in 3D in het geheel. En dan gaan we eigenlijk verder met het heel technisch te maken. Gaan we een LED-wall gebruiken? Gaan we projectie gebruiken? Appa. Een paar videoprojectoren. Hè? Moet er nog video zijn? Kunnen we projectie gebruiken? Kunnen we die projector ergens ophangen? Want als dat in een tent is, kunnen we geen projector hangen. Want als er wat wind is, gaat die projector bewegen. Dan werken we beter met een LED-scherm. Hebben we daglicht wat binnenvalt? Hebben we geen daglicht wat binnenvalt? Hebben we stofferingen nodig? Brandattesten? Van waar komt de stroom? Van waar komt de stroom? Ja. Absoluut. En zit er verwarming die eigenlijk uw doeken blaast en in beweging brengt? Er is inderdaad... waar zijn de toiletten? Hoe staan de toiletten of de bar? Zeg maar iets vooraan bij het podium. Of staan die achteraan in de zaal waar ophoping van de mensen niet bij het podium moet zijn. Alles hangt eigenlijk van de venue af. Dat is eigenlijk de basis. Dus er moet allemaal over nagedacht worden. Ja. Dan is er nog eens het aspect veiligheid dat heel belangrijk is. Want, dat is, Want daar moet ik in principe bij het begin al rekening houden met crowdmanagement. Van waar kunnen we, hoeveel meter doorgangen hebben, hoe snel kunnen die mensen buiten geraken in een noodsituatie. Dus hebben we meerdere richtingen waar ze uit weg kunnen. Dus dat is eigenlijk inderdaad al vanaf het begin. Hè. Ja, dat zijn ook dingen dat veel mensen niet weten. Hoeveel wetgevingen en reglementeringen daarbij betrokken zijn. Dat er keuringen nodig zijn voor technische installaties, voor een tijdelijke elektrische installatie. Als wij dingen aan het plafond hangen, dat er ook keuringen moeten zijn. Dat die dingen degelijk veilig opgehangen zijn. Dat de mensen die met materiaal komen, doeken,
dat die doek een brandattest te nemen. Dus er zitten heel veel reglementeringen aan. En dat zijn ook die zaken waar je allemaal rekening mee moet houden. En dat maakt het dan wel weer een heel stuk ingewikkelder om een groot professioneel evenement te doen in verhouding tot die barbecue bij je in de tuin. Ja, waar wij ook rekening moeten houden is dat elke lam die opgehangen wordt, die heeft een veiligheidskabeltje. Dat mochten die haken loskomen, dat die lamp niet op iemand zijn hoofd valt. Dat geldt voor elke lamp, voor elke box. Alles wat de lucht ingaat, moet beveiligd worden. Elektrische aardingen. Aardingen, absoluut. Ja. Maar ook dat er geen aardlussen zijn. Dat je ook niet brom in je luidsprekers krijgt. Nee. Dit was deel 1 van onze afleveringenreeks over design. Dit keer gingen we van het concept, de eerste schetsen, tot aan de productiestudie. Volgende keer bespreken we het video- en lighting design. Hoe wordt de video en het licht betrokken in het concept? Wat is er daar nodig van plannen en tekeningen? En hoe wordt er daar nagedacht om al deze dingen tot een mooie realisatie te brengen? Uiteindelijk, in onze derde aflevering, gaan we het hebben over storyboard, moodboard en styling van de personages. Dankjewel voor het kijken. We hopen u binnenkort terug te zien. So finale, music in 3, 2, 1, and build music. Thank you, everybody. It's a wrap.